Hoi Rob, hi. Welkom bij de halve finale in Boxtel. Dankjewel. De grote vraag is, ben je klaar voor? Dankjewel. Ik jou hoor. Ja, waarom ben je er klaar voor? Een beetje naar de teleurstelling van vorige week. Toch wel, vandaag moet beter. Dus, ja. Ik heb er gedacht aan de fouten die ik vorige week gemaakt had. En ik ga ervan uit dat ik die niet nog een keer maak. Mm-hmm. Wat moet resulteren in een betere ranking als vorige week. Dus, ja. We gaan voor die finale tafel. Ja, als je terugkijkt naar vorige week, wat ging er verkeerd? Dat ik die handen dat ik eruit ging, ik wist dat ik achter stond. En toch erover denken, toch meegaan. En dan de kaart op zijn rug en zien dat je achter staat. Dus ja, ik voel dat gelijk. Ja. Toch eigenwijs of mezelf erin gepraat om mee te gaan. Mm-hmm. Dat, dat moet ik nou niet doen, laat ik zo. Precies. We zien ook heel veel dat mensen heel thuis spelen op een tijdens de halve finale tegen de voorronde. Ga je tactiek aanpassen vanavond? De tactiek sowieso niet eruit van vorige week, maar ik denk het wel een beetje. Misschien iets in thuis. In het begin even kijken hoe de tafel zich ontwikkelt en hoe het voelt. En dan is een beetje idee krijgen van wat andere spelers doen. Ja, dan ga je even kijken wat je hier en daar wat mogelijkheden zie en wat kansen kan pakken om wat extra chips te doen. Ja. Wat zijn de verwachtingen voor vanavond? De finale tafel. De verwachting is, het is een beetje verwachting, een beetje hoop. Mm-hmm. Daar gaan we voor, daar doen we het voor. Dus het is een lange rit geweest voor mij vandaag. Dus, ik kom niet voor niks. Heel veel succes vanavond. Ja, en bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Hey.